Maar dan weet je, ik maak mondkapjes, medische mondkapjes. Stonden de ziekenhuizen daar om te springen? Ja. Ja, vooral omdat de meeste partijen ze toch nog steeds inkochten uit het buitenland. Amerika, China, Turkije. Maar ook al in al die landen zie je natuurlijk dat er een enorm tekort is. Waardoor dan de overheid heeft besloten daar de grenzen op slot te gooien om dit soort producten te kunnen verkopen. Uiteindelijk zijn wij als Nederland redelijk machtig, denk ik. Maar wanneer er op dit niveau een tekort komt, zijn we in één keer toch heel erg afhankelijk. En juist het stukje onafhankelijk worden van de grote landen om ons heen is iets wat we gewoon heel erg, waarin we heel erg gesteund zijn. En zeker direct ook erop ingesprongen zijn door een heleboel ziekenhuizen in Nederland. Ja, Thierry Aartsen, was je ook eigenlijk wel verbaasd dat wij hier een tekort kregen aan zulke belangrijke middelen? Bijvoorbeeld de beschermingsmiddelen, de testen, de laboratoria om de testen te checken en de mondkapjes. Ja, natuurlijk. Iedereen was daar verbaasd over, volgens mij. Aan de andere kant, als je hem nu afpelt, hè, met kennis van nu. De laatste keer dat we zo'n pandemie hadden was voor mij 1920. De Spaanse griep. Dus je kunt je ook afvragen hoe ver we daarop voorbereid hadden kunnen zijn. Moeten wij dat in het vervolg wel zijn? Ja, dat denk ik wel. Je zult in ieder geval moeten nadenken over een stukje onafhankelijkheid. We zijn een heel open land. Hè? Ik bedoel, de Nederlandse grenzen staan open. Ondernemers gaan met hun producten all over de wereld. Dus ik bedoel, het is logisch dat wij producten uit het buitenland halen. Want daar verdienen we ook onze boterham. Door middel van open en vrije handel. Ik denk dat het ook heel goed is voor onze welvaart. Maar we mogen natuurlijk best wel kritisch kijken naar, oké, het is goed dat we dingen uit het buitenland halen. Maar het is ook verstandig om in ieder geval bedrijven op Nederlandse bodem te hebben die bepaalde cruciale producten in bepaalde situaties kunnen leveren. En daar zullen we ook een stukje geld voor over moeten hebben om die economische infrastructuur, laat ik het dan zomaar even noemen, om die op te zetten. Er moet dus iets gebeuren aan onze economische infrastructuur. En dat hebben we sinds deze pandemie pas in de gaten, hoe belangrijk dat is. Nou, het speelt natuurlijk al breder, die discussie. Hè? Ik bedoel, even de energieonafhankelijkheid is ook al zo'n discussie natuurlijk. We brengen het gas in Groningen terecht naar beneden. Maar dat betekent natuurlijk wel dat wij gas importeren vanuit Rusland, om maar een voorbeeld te noemen. Ik denk dat het verstandiger is om bijvoorbeeld in kernenergie in Nederland te investeren, zodat we ook daar weer een stukje onafhankelijkheid gaan creëren. En we zien gewoon dat de wereld veel spannender wordt. Instituties komen onder druk te staan. En dat zie je dus ook in deze gevallen. Wij konden rekenen op goede producten uit het buitenland. Beademingsapparatuur uit Amerika. Mondkapjes uit China. Die had ik nog niet genoemd. Ook ja, eentje, ja. Die konden wij normaal zonder problemen uit Amerika halen. Mondkapjes konden wij zonder problemen uit China halen. En we zien nu in deze situatie dat niet meer een vanzelfsprekendheid is als deze situatie er is. Ja. Dus dan zul je ook moeten investeren in die economische onafhankelijkheid. Ja.